Een heel goede avond en welkom bij De Rode Loper. Nog geen half jaar na hun comebackconcerten in de AB schreef België's beste metalband ever, Channel Zero, een nieuw muziekhoofdstuk op Graspop. Frankie de Smet van Damme en de zijne mochten op deze 15e editie optreden tussen grote jongens Slash en Soulfly. Pittig detail, Channel Zero heeft sinds de comeback een nieuwe gitarist, Mikey Doling. En die speelde tot voor kort bij, jawel, Soulfly. Ik denk dat wij heel gelukkig mogen zijn dat we hier staan, want dit is echt wel een waanzinnig festival. Dat we zo op de beeld staan is uitzonderlijk. Dus ik denk dat met Channel Zero, ja, dit is echt voor ons een droomaffiche. Graspop is a great festival and it's cool to be playing with my bros here in front of a lot of people. Alright, you all know what to do, give me some fucking yeah! Dat wij hier tussen Slash en Soulfly zitten is natuurlijk wel, ja, een heel uitzonderlijk, ja, geval. Wij zijn, zoals ik zeg, heel humble dat wij zoiets mogen gaan doen. En we gaan dus ook moeten bewijzen dat we het kunnen, zo simpel is het. War! Hey! De guitarist voor Soulfly voor 5 jaar. En het is echt goed om die jongens weer te zien. We zijn echt close still. We keep in contact and I just went and watched some actual World Cup football with Max a few minutes ago. Sucking me dry for my energy! Sucking me dry for my energy! Mikey is echt wel een onwaarschijnlijke straffe kerel. Is niet alleen enorm getalenteerd, maar is ook een heel funny guy. And, we have a blast, ongelooflijk. I heard their record. Their music, all of them, all the way back to the old records, and I loved it. I was like, I would like to play with these guys. I've had other options, you know, with some other bands. I didn't really like their music. Pretty high, big bands too. But I heard their music and I was like, perfect fit. I want a gun now. I have a good girl. Goh, ik denk dat een beetje de nieuwe injectie is, hè. Dit is Channel Zero 2010. Mikey, zijn enthousiasme is natuurlijk wel, ja, heel intensief voor ons. Wij ja, oké, er komt iemand nieuw bij, dan moet je toch altijd elkaar een beetje aanvoelen. En het verhaal is ja, van dag één klopt dat als een bus. Mikey is very fast in many ways, so we communicate great. And he's a great buddy, man. These guys speak English perfect, so. I'm learning a little French. Je m'appelle Mikey Doling. Right? Did I say it right? Het Vlaamse gaan we hem niet laten zeggen. Toch niet op de loder roepen. Yeah, sorry, I spoke French. Als alles goed zit, zouden we normaal zien die volgend jaar moeten een plaats zijn. Dus ik zou zeggen, een klein beetje geduld en het komt waarschijnlijk wel goed. He's a crazy man. Yes, that's the whole reason I really want to be in this band, is just to look at this dude. Op 14, 15 en 16 januari speelt Channel Zero opnieuw 3 concerten in de AB. De ticketverkoop start vandaag.